Deze weilanden zijn nu nog leeg, maar nu de lente weer voor de deur staat, grazen hier binnenkort weer volop koeien. Ja, wanneer zullen die koeien nou naar buiten gaan dit jaar voor het eerst? Ja, dat is lastig, dat is niet te voorspellen. Dat hangt echt van het weer af. De melkkoeien van Beemster Kaas hebben wel een paar eisen voor ze de weidegang maken. En de wetenschap speelt daar een belangrijke rol in. Zo moeten de kwaliteit van het gras en de weersvoorspellingen perfect zijn. Nu is het nog te weinig, maar over een maand hoop ik dat we hier fantastisch mals voorjaarsgras hebben. De Beemsterkoeien grazen gemiddeld 180 dagen per jaar en zeker 10 uur per dag in de wei. Dat is veel langer dan het landelijke gemiddelde. Maar dat betekent niet dat de Beemster haar koeien als eerste naar buiten laat. Het moet natuurlijk droog zijn, geen regen, geen sneeuw zoals we gehad hebben. Dus dat is belangrijk. Ja, het land en het klimaat hier in de Beemsterpolder leent zich heel goed voor weidegang. We hebben goede grond, voldoende draagkracht. Het wordt hier niet te heet. En er is veel ruimte beschikbaar. Gemiddeld denk ik wel een voetbalveld per koe. Rust en regelmaat is voor dieren in zijn algemeenheid belangrijk en voor koeien helemaal. Dus als ze eenmaal weten dat ze naar buiten mogen, dan moeten ze ook elke dag naar buiten kunnen. Zodra de koeien weer genieten van het malse voorjaarsgras, zorgen ze in de eerste weken voor gezondere en lekkere melk. Daar wordt Beemster graskaas van gemaakt. De bodem heeft dan een winterlang rust gehad, het gras heeft een winterlang rust gehad. Dat gras dat dan weer ontstaat, heeft superveel kracht en geeft een hele romige melk. En van die melk kunnen we een fantastische graskaas maken. Wanneer de staldeuren voor deze koeien weer opengaan, blijft dus nog even spannend. Maar het kan snel veranderen, dus wie weet, met een paar weekjes.